ons het besluit, omdat ons jaarlijks die vrede van vereniging herdenk in vereniging bij die vredesmonument, dat ons die toer verder wil nemen en ons wil gaan van waar die vrede onderhandel is tot waar die vrede inderdaad onderteken is. So, dit het ons op die gedachte gebring om van die vredesboom waar die vrede onderhandel is, te gaan en kranse te leggen bij die vredesboom, bij die vredesmonument, bij die blokhuis in Midval, bij die Russische Orthodoxe Kerk waar die nietste monument van die Anglo-Boede oorlog in 2013 geopen is, en dan tot bij Melrose Huis in Pretoria en dit finaal af te sluiten bij die Voortrekker monument. Ons het in 2019 so ver gekom as Midrand. Ons het laas jaar met die lockdown kon ons nergens inkom nie, die hekke was oorals gesluit, maar ons het drie mensen gestuur om vir ons kranse te lê tot bij Melrose Huis. Maar vandag het ons het reg gekry om oorals kranse te lê en oorals was daar belangstellendes en belangrike figure. Daar was tot die Russische ambassadeur het vandag gekom en deelgeneem aan ons plechtighede. Om vandaag 31 mei hier voor die Melrose Huis te staan waar die vrede van vereniging op 31 mei 1902 geteken is, is een besonderse geskiedkundige belevenis. Nou, Afriforum en die Solidariteitsbeweging het besluit om vandaag drie kranse te lê. Ons het samen met die Russische ambassadeur bij die Russische kerk in Midrand een krans gelê. Daar is een gedenkmuur vir die Russische vrijwilligers wat aan boerekant geveg het teen die Britte, verskeie van hulle het ook gesterf. Natuurlijk hier bij Melrose Huis is het belangrijk om ook een krans te lê, want is hier waar die vrede van vereniging gesluit is en dan ook een krans wat ons lê bij die Voortrekker monument. Voor ons is het baie belangrijk dat ons moet onthou daar die mense in ons voorgeslagte wat in baie moeilike omstandighede geveg het vir vryheid, geveg het vir die toekoms. En dit is vir ons belangrijk om ook daardie mense se nalatenskap te onthou, maar ook dit te gebruik as 'n inspirasie vir ons wat vandag weer 'n stryd moet voer om vir ons kinders en kleinkinders 'n toekoms te skep hier aan die suidpunt van Afrika.